Helemaal, vandaag heb ik weer een Pinterest geïnspireerd receptje / DIY zal ik het maar noemen. Namelijk watermeloen jello shots. Het zijn eigenlijk gewoon in de vorm van een watermeloen shotjes van jelly puddingachtige vorm. Een super leuke manier om je vrienden deze zomer wat te drinken aan te bieden als ze een drankje komen doen. Of bij een barbecue, echt super verrassend. Ik zag daar een foto voorbij van komen op Pinterest en ik dacht... Dat moet ik gewoon proberen, want het zag er echt gewoon zo leuk uit. Het is super gemakkelijk. Alle ingrediënten kan je gewoon in de supermarkt vinden. En je kan natuurlijk een alcoholische of een non-alcoholische versie maken. In deze video maak ik er eentje met alcohol. Maar ik vertel jullie in de video zelf hoe je natuurlijk de alcohol kan vervangen door iets anders. Goed, wat heb je hiervoor nodig? Natuurlijk als eerste een watermeloen. Vervolgens ook een schaal waar de watermeloen in kan en doeken om hem stevig vast te zetten. Je hebt 1 volledige doos gelatine nodig en 3 of 4 doosjes jelly. Natuurlijk ook drank als je deze alcoholisch wilt gaan maken. Ik gebruik vodka en bessenjenever. En als laatste nog een kom, een kupje, want alles gaat met maatjes, een mes, een plank en een lepel. Ook nog kokend water voor de gelatine. En dan kan je er al aan beginnen. Je begint door de meloen in 2 te snijden. Heel logisch, want we gaan eigenlijk maar de helft maken. Dat doe ik hier in dit geval. Maar je kan natuurlijk ook beide helften maken. Reken in het geval, als je de volledige meloen gaat vullen, het dubbele van dit recept. En vervolgens ga je de volledige meloen leegmaken. Ik vang dit gewoon op in een kom en heb achteraf de meloen gewoon nog opgegeten. Het is echt niet nodig dat je dit weggooit. Vang het gewoon op en dan blijft het supergoed in de koelkast. Je maakt hem dus helemaal leeg tot op de rand. Als je meloen er zo uitziet, kan je hem stevig gaan maken. Leg de doeken op een bepaalde manier in de vorm, zodat hij mooi stevig ligt en dus niet meer heen en weer wobbelt. Je moet er eventjes mee spelen met hoeveel doeken je nodig hebt. Misschien heb je er 1 nodig, misschien 2. Allemaal afhankelijk van de grootte van je blik. Maar hij moet stevig liggen, hij mag niet meer bewegen. En dan is het tijd voor de vulling. Doe de jelly en de gelatine in een grote kom en giet hier je heet water over en mix het een beetje door. In dit recept werken we met delen, zodat het gemakkelijk meer kan worden of minder kan worden. Al deze details vind je in de beschrijving. Vervolgens gaat de drank erbij. Als je liefst geen alcohol erbij doet, kan je kiezen voor een limonade die ook een beetje fruitige smaak heeft. Of gewoon meer jelly en meer water doen. Als laatste is het eigenlijk gewoon poepsimpel. Doe alle vulling in de meloen. En deze gaat dan voor minstens 4 uur de koelkast in, zodat alles kan opstijven. En na 4 uur of langer kan je hem aansnijden en kunnen je gasten gewoon happen van hun shotje jelly watermeloen. Helaas ging het bij mij regenen, dus moest ik dit filmpje verder binnen opnemen, waardoor het licht niet super is. Ik heb hem iets te hard gemixt, waardoor het niet echt helder is geworden. Mix hem iets minder en je jelly zal doorschijnender worden. Zo, dit waren de Jello Shots. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en dat jullie ze ook gaan proberen. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal Lifestyle Spot en dan zie ik jullie snel weer. Bye!